Nou, dit is dan de auto van koningin Juliana. Hij is in Nederland gebouwd door een Nederlandse carrosseriebouwer. Pennock, die heeft hem speciaal voor haar gebouwd in 1951. Ja, je kunt het zien aan, dit is natuurlijk een standaard, de koninklijke standaard heeft erop gestaan, aan de andere kant ook, de Nederlandse vlag. En er zit een separatieruit zit erin. Nou, dit is dus een, dit is in Parijs, koningin Juliana rijdt hier in Parijs in een verlengde Renault. En zij vond die auto zo mooi dat zij zelf daarna opdracht gegeven heeft aan een fabriek in Nederland, Pennock in Den Haag, om eenzelfde soort auto voor haar ook te maken. En die staat dus nu hier bij u in de achtertuin? Die staat nu bij mij in de achtertuin, ja. Nou, je kunt zien dat het chroomwerk is allemaal heel mooi. Het is allemaal met de hand gemaakt. En ja, van binnen was hij helemaal mooi gefineerd. Maar het fineren is een beetje afgegaan. Het moet allemaal opnieuw opgezet worden. Zat er ook nog wat luxe in? Ja, ook luxe. Speciaal een sigaretten. Een asbakje hier voor de koningin. En hier twee knopjes dat de ruit omhoog kan. En voor Prins Bernhard? Ja, de prins Bernhard had dus een sigarentafel zat hier en daar zat voor de koningin een kaptafel om zich een beetje op te maken. Hoe bent u eigenlijk aan deze auto gekomen? Nou, ik was toevallig aan het surfen op het internet en toen heb ik hem ontdekt. En toen heb ik er ook toen heb ik contact gezocht met de eigenaar en toen heb ik hem van hem gekocht. Ja, ging dat makkelijk? Dat ging niet makkelijk, nee, want er waren heel veel mensen die hem wilden hebben. En ik moest toch wat behoorlijk wat bieden om hem te krijgen, maar het is wel gelukt. Typisch Hollandse vraag, wat heeft hij gekost? Dat kan ik u niet vertellen.